Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is 27 april, Koningsdag. En dit is het weer buiten. Regen, regen, regen. Ik heb het idee sinds het Koningsdag is dat het slecht weer is. Want volgens mij hadden we met Koninginnedag altijd wel mooi weer. Ik vind het altijd zo zielig, ook voor die mensen die dan met zo'n kleedje zitten. Nou ja, ik weet nog niet wat ik ga doen vandaag. Morgen ga ik iets superleuks doen met Suzanne van Vraag het Suus. Die gaat met me mee. Ik ga kijken voor een jurk voor de bruiloft. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En zij gaat gezellig met me mee. We gaan naar Leiden naar een winkel. Honolulu heet het. En die hebben super mooie jurken. Dus echt heel erg veel zin in. Vandaag wordt het een beetje aanmodderen. Ik zit lekker series te kijken. Jullie kennen het ondertussen van me. Dat vind ik leuk. Project Runway heb ik al af. Ik zit nu Baantje te kijken. Hoe oldschool is dat? Ja, ik hou er gewoon van, jongens. Oude series is een beetje mijn ding. En Baantje valt daar wel onder, ja. En dan gaan we misschien nog even fietsen. Hier naar Schavenzande, dat is hier in de buurt. Even naar de vrijmarkt, maar ik heb nog niks gehoord. Ik ga met mijn ouders dan even, denk ik. Maar het ligt ook een beetje aan het weer. Ja, het is nu weer even soort van droog. Nou ja, we gaan het zien. En als we gaan, gaan jullie mee. En als we niet gaan, dan wordt dit een saai dagje voor de vlog. Maar het is niet anders. Wel een lekker dagje voor mij, want ik heb er wel zin in om eventjes gewoon lekker te chillen. En wat ik zeg, morgen ga ik hele leuke dingen doen, dus dat wordt zeker gevlogd. Ja, de jurk, uiteindelijk de jurk niet. Die ga ik natuurlijk niet vloggen, want die wil ik gewoon nog niet laten zien. Maar de gezelligheid met Suus gaan we zeker vloggen morgen, dus dat wordt helemaal leuk. En ik hou jullie op de hoogte van wat het vandaag gaat worden. Tieter, ineens gaat de zon een beetje doorkomen. Het is nu wel droog. Kleine blauwe stukjes in de lucht. Dus wie weet wordt het nog wat. Nou jongens, ik ben bang dat het er niet beter op gaat worden. Ik weet niet of je het hoort, maar het waait en het regent. Fijne Koningsdag. Ik denk iedere keer dat de zon gaat schijnen. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan ga ik gewoon eventjes hier naar het dorp, naar de vrijmarkt en op de fiets. En dan kan ik misschien nog een klein rondje fietsen. Nou, ik was de deur nog niet uit. Het begon alweer te gieten. Het halve plein was leeg, omdat ja, het is gewoon geen doen met die kinderen nou te zitten. Dus ik heb maar even boodschappen gedaan en dan ben ik weer terug. Dan ga ik maar weer verder met mijn baantje marathon, hè. Je moet toch wat? Nou, ik vind het eerlijk gezegd wel leuk, hoor. Goedemorgen. Het is zondag vandaag. Ja, gisteren is er echt niet veel meer gebeurd dan baantje kijken en mijn baantje kijken. Dus ik heb ook niet meer gefilmd. Ik heb wel lekker bij Pama even gegeten. Tomatensoep hadden we, heerlijk. En nog wat andere restjes. En daar doe ik dan graag aan mee. En vandaag wordt echt een hele leuke dag. Het is inmiddels bij Tine, denk ik. En rond 11 uur ga ik hier de deur uit richting Leiden. Want daar zit de winkel waar ik naartoe ga. En Suus komt ook die kant op. We hebben rond 12 uur, kwart voor 12, 12 uur. Nee, sorry hoor. Bij de winkel afgesproken. En dan gaan we het zien. Nogmaals, ik ga niet de jurk... En ik word geappt. De jurk laten zien, want dat vind ik echt niet leuk. Maar wel even een sfeerbeeldje in de winkel. En misschien nog wat andere jurken die het uiteindelijk niet geworden zijn. Want dat kan natuurlijk wel. Dus ik ben er klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Ik zit te twijfelen of ik sieraden aan zal doen. Aan de ene kant, ja, ik denk het wel. Want ik heb die dag natuurlijk ook sieraden aan. Alleen weet ik nog niet wat voor. Maar goed, dat gaan we wel zien. Ik doe in ieder geval wat dingetjes om.
Ik heb ook al wat haarklemmetjes bij me voor het geval ik mijn haar omhoog even wil zien hoe het dan staat of zo. Dus we gaan het zien. Zin in. Zo, ik zit nog in de auto, maar ik ben daar. Even voor mezelf. Ik sta in de Koppenhinksteeg. Daar moet ik straks weer terug, want hier zijn invalide parkeerplaatsen, dus daar heb ik geparkeerd. Ik heb nog niks van Suus gehoord, maar ik ga ervan uit dat zij ook al in de buurt is. Ik moet even een stukje omrijden, want je kan er met de auto niet komen, maar dat is op zich geen ramp. En dan gaan we het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Sowieso moeten we de snelheid bij halen. Ja. Ja. Ik hou wel van kleur, dus ja, maar ik vind dit niet mooi. En ik denk dat hij te kort is. Kijk, je kunt het zelf wel heel goed zien hier. Ja, hij is veel te kort. Ja. Het wordt een beetje... Dit is een no. Maar ik moet zeggen... Het valt wel heel mooi. Ja. Je ziet er ook succes aan. Als je nog een staan hangt zonder spiegel, mag je het gewoon gebruiken? Nee, ik was gewoon met de eerste begonnen. Maar de maat is goed, maar ik vind hem veel te kort. En? Ik dacht dat dit mooi zou zijn, maar ik vind het helemaal niks. Nee, is niet mooi, hè? Ja, de kleur wel. De kleur is goed. Maar de rest? Een rechtermodel. Zo of zo? Nee, hartstikke zo. Okay. Ik zeg nee. We gaan beginnen en dan wissel ik straks het houden. Nou, dan doe ik hem. Moet je willen passen? Ja. Hij zit wel veel mooier. Maar ik vind deze... Maar ik vind deze kleur niet mooi. Ja, ik juist wel. Oké. Ik vond dat andere hier mooier staan. Deze is zonder mouwen. Ik vind dit weer iets te grof. Kun je het vinden, Bianc? Nee. Nee, we moeten echt even zoeken, hè? Maar geef niet, we hebben de tijd. Daarom, we hebben de hele dag. Ook sta lekker in een windje. En nu kan ik niks filmen, want de jurk die ze nu aan heeft, die laten we lekker niet zien. Want die wordt het misschien. Het is gelukt. Wacht even, als we stilstaan gaat het makkelijker, denk ik. Zo. Het is gelukt. Ja, we hebben een jurk. Nou ja, Bianca heeft een jurk. Even kijken of die goed staat. Ja, ik twijfel er altijd aan. Oh, mijn haar zit nog vast. Dat is nou weer niet nodig. Nee, maar het stond wel mooi als we met passen even. Oh, mijn klem zit vast. Zo. Nou, je hebt er 7 of 8 aangehad, denk ik. Heel veel. Ja, en wat ik in mijn hoofd had, is het totaal niet geworden. Nee, ik absoluut had echt, niet. Ik heb gewoon echt iets anders dan ik had verwacht. Dus dat is fijn. Nou, we gaan nu even een hapje eten en dan gaan we weer terug. Ja, laten we dat even dan doen. Mag ik. Gaan we ook filmen, zeker. Dat wordt allemaal lang, want ik vind mezelf in een jurk echt dat je denkt, doe maar niet. Nee, maar dat komt goed. Nou, daarom. Wordt we leuk. Gaan zorgen voor een lekkere salade of zo. Hè? Heel graag. Ja, zo. Inmiddels als een verzopen katje weer in de auto, want het gaat ineens heel hard regenen. Bleh. We zijn nog wel even terug geweest natuurlijk om mijn jurk op te halen en af te rekenen. Die ligt daar. Netjes in een tas met een klutje en een stola erbij. En we wilden nog even voor Suus, want Suus wilde ook wat jurken aan. Maar het was zo druk. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Goeiedag. Dus dat bewaren we gezellig voor een ander keertje. Ik ga naar huis rijden. 3:15. Dan ben ik zo'n beetje 3:15 thuis. Dan zijn mijn ouders er ook nog. Kan ik hem daar ook nog eventjes aan laten zien? Dat zou leuk zijn. En dan zie ik jullie straks weer. Zo, alweer een poosje thuis. Ik heb mijn gezicht al ingesmeerd, vandaar dat ik gelop. Nou, dat was leuk. Echt geweldig. En ik ben heel blij met het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een klein beetje mee te kijken. Suus heeft ook nog wat gevlogd, dus wil je nog meer zien, dan moet je haar vlog ook even kijken.
Deze komt online op woensdag en ik gok dat haar vlog zaterdag of zondag, komende zondag, online komt. Want meestal doet ze het op die manier. Kijk, klutsch erbij. Mooi hè? Alvast een klein sneak peek. En hier een andere sneak peek. Ja, dat wordt mooier jongens, echt waar. Als mijn moeder hem korter heeft gemaakt, want dat moet wel gebeuren. En zo. En ik heb hem helemaal in vol ornaat een keertje aan. Zal ik hem misschien filmen. Ik weet het nog niet of ik dat wil delen. Maar goed, dat gaan jullie vanzelf zien. Ik ga bij deze de vlog afsluiten, want ik ga zo de mol lekker kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. En dan zie ik je in een volgende vlog. Doei doei! Thank you.